deze aflevering bezoeken we het Erasmus Center voor Entrepreneurship. Het ondernemerschapscentrum dat vanuit de Erasmus Universiteit ondernemend talent opleidt en studenten helpt een eigen bedrijf te starten. Met ook een fysieke plek hè, waar educatie wordt gegeven, waar studenten hun eerste bedrijf kunnen starten, maar waar ook alumni vanuit de Erasmus Universiteit terug kunnen komen om eigenlijk hier met elkaar te werken aan de start en de groei van hun bedrijf. Dus zo zijn we in maart 2014 met deze 11e verdieping geopend. Nu 5 verdiepingen verder. En tot mijn eigen verbazing toch in een relatief korte tijd een goede 105.000 euro bij elkaar gepraat. Met eigenlijk alleen een verhaal. Ik had nog niks. Er was geen product. En toch met wat overtuigingskracht mensen kunnen laten zien wat je als ondernemer kan. En toen zijn we eigenlijk doorgegaan in de huidige vorm. Waarbij we eigenlijk met DNA, onder andere voor de topsportsector, heel veel kennis proberen over te brengen. Wat wij wel mensen kunnen vertellen is een stukje levensstijladvies gebaseerd op genetica. Nou, wij hebben gedacht, wat moeten we met die oude torens doen? Nou ja, één idee was van we moeten zoveel mogelijk kennis verzamelen over die nieuwe economie. Dus je hebt een combinatie bij Erasmus Universiteit, Wageningen, een stukje Delft. En daar wordt ook gestimuleerd dat er ook echt gewerkt wordt aan nieuwe verdienmodellen. Niet alleen maar plannen en ideeën, maar je moet er ook geld mee kunnen verdienen. Dus we brengen de werkgever en de werknemer samen op een plek waar ze kunnen communiceren met elkaar. Eigenlijk, als ik het kort omschrijf, is het de app voor werk. En ik heb zelf ook bij de Albert Heijn gewerkt en ik ervaarde heel erg duidelijk hetzelfde probleem. Ik werd eerst een donderdag ingepland. En toen moest ik naar de Albert Heijn zelf toe om mijn bellijst te pakken, om alle collega's af te bellen. Nou, dat was echt zo frustrerend en zo tijdrovend.